kleine zon moest helemaal alleen werken. Want grote zon moest zo nodig aan zijn carrière werken. Daardoor hoefde Greet van Keetje eens niet zo hard te werken. En dat werkte, want al snel kwamen John en Greet bij trabajo, Spaans voor, juist ja, werk. Daar worden mensen zonder werk begeleid, opgeleid en verleid tot nieuw werk. Net werk, koning van Eindhoven. Evert Villa heette Johnny Werkom. Welkom. Wij bieden die mensen een baan aan van 3 maanden. En in die 3 maanden krijgen ze wat werk voor hun neus. Wat zal ik je zo laten zien, een beetje simpel productiewerk. Maar ze worden ook getraind. Ze krijgen ook een stukje cv-begeleiding. Hoe maak ik mijn cv? Hoe verbeter ik hem? Hoe krijg ik een baan? Hoe hou ik een baan? Waar vind ik een baan? Het gaat zelfs zo ver dat wij wel eens zeggen van luister eens, misschien is het wel slim om eens een keer een pak aan te doen of zo. Juist ja, John. Een pak. Dat zou voor jou ook wel werken. En werk ook eens aan je stuurmanskunst. Maar links hier. Nee. Nee. Helemaal recht vol. Stop, stop, stop. We zijn weer naar binnen gereden. Haal je het? Laat dat gaspedaal alles werken, John. Eenmaal binnen zag John dat er hard gewerkt werd. Je bent bezig en doet nuttige dingen. Tada! Dus dat komt helemaal goed. Er zijn allemaal nieuwe sieraden. Die zijn allemaal pas gemaakt. Maar ja, dat is niet mooi om ze zo in de winkel te leggen. Vrouwen houden van bling bling. Ja. Dus dan gaan wij ze allemaal netjes weer oppoetsen, zodat ze weer mooi blinken. Dat is het verschil. Michelle zit 3 maanden bij trabajo en wil werken als kinderleidster. Maar van de docenten op school mocht ze niet werken als kinderleidster. Ja, ze noemde mij Iwap. Iwap? Ik weet alles beter. Maar als ze bijvoorbeeld zei van ja, je moet die poepluier zo verschonen bij een baby, dan zei jij van nee, dat moet je anders doen. Nee, het was meer, ik was gewoon te actief in de les, denk ik. Als hun iets zei, iets uitlegde van oh, dit, zo, en ik zei oh, is het ongeveer hetzelfde als dit of dit, dan zei ze oh, wil jij het voor de les uitkomen leggen? Terwijl ik gewoon een vraag stel. Oh, dus een beetje interactief. Met name maar mijn vragen echt anders op als hoe ik ze bedoelde. Ja. Toen dacht jij van, kijk maar. Of je mag gewoon niet door. Nee, zei gewoon van, ja, we willen jou liever niet naar het tweede leerjaar boven laten gaan. En je wilde eigenlijk kinderlijst? Ja, ik wilde heel graag. Ja. Op mijn stage was ik ook prima, dus ik snap ook niet waarom ik niet over mocht. John werkt al jaren als journal bla 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 list. Toch moet hij volgens Bas eens aan zijn uitstraling werken. Persoonlijk, mijn eerste indruk is dat je gesloten overkomt. Dat je armen over elkaar doet. Een van de dingen die we geleerd hebben is non-verbale communicatie. Een van de dingen die je nu uitstelt is dat je aan de ene kant open vragen stelt, maar aan de andere kant gesloten bent in je houding. Wat voor mij bijvoorbeeld in dit geval zou kunnen aanduiden dat je niet echt betrokken bent in het gesprek. Hoeft niet zo te zijn, maar dat zou er wel kunnen uitstralen. Okay. Dat is een tip die ik je zou kunnen meegeven op basis van het onderwijs wat we hier hebben gehad. Dus ik ben niet echt betrokken bij dit gesprek? Dat zou je kunnen uitstralen door die houding. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat zijn dingen die we hebben geleerd. Ja, John. Jij mag heel blij zijn met je werk. Ja, dit is het enige wat kan. Dat is toch mooi? Ja? En zo de hele dag door, of ja, elke week een ander bedrijf toch? Ja, een beetje met een dag rondrijden en een beetje ouwehoeren met mensen, meer niet. Oh, ja. Dat stelt niet veel voor, hè? Nee, dat stelt niet veel voor. Nee. Maar ja, je beurt toch je centen. Ja, ik beurde wel geld mee, gek genoeg. Ja. Dat is toch mooi? En ja. Daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Hoe heet dat in het Surinaams? Doekoe. Kijk er maar op. En dat is het nog, Michael. Hij wil werken. Ik ben op zoek naar een baan, liefst in de productie. Ik heb mijn goede kwaliteiten. Dus ik zou bij deze willen zeggen van ja, neem hem maar aan. En dan weet je wat je in je kuip hebt. Bij deze.